in 2014, was ik 15 jaar. Toen werd ik geselecteerd voor het estafette team om naar het WK junioren te gaan in Amerika. Toen op een gegeven moment liep ik een wedstrijd en ik liep het limiet voor 200 meter. En toen kwam er een trainer van Papendal naar mij toe en die vroeg: zou je het leuk vinden om hier op Papendal te komen trainen? En dat was eigenlijk de eerste stap die je moet zetten om echt wel topsport te kunnen behalen op atletiek. Elke ochtend train ik hier op Papendal in de sprinthal. En daarna loop ik 5 minuutjes naar mijn school toe. En dan vanaf 11:30 tot 14:00 ga ik naar school. Vervolgens kan ik gewoon weer naar de sprinthal toe lopen. En dan kan ik mijn volgende training weer doen. Ik vind het fijn om met allemaal topsporters in een klas te zitten. Omdat de sport toch wel voorrang heeft op de studie. En dat begrijpen we ook allemaal van elkaar. En daardoor kunnen we goede afspraken met elkaar maken. En hierdoor onze tijd zo efficiënt mogelijk besteden. Als ik niet aanwezig kan zijn vanwege wedstrijden of trainingsstages, dan ga ik in gesprek met mijn studieloopbaanbegeleider. En vinden we altijd wel een oplossing. En vooral voor toetsen vind ik dat echt heel fijn. Daarbij mag je af en toe wel eens wat uitstellen. En dat is gewoon super fijn dat je weet dat als je er niet bij bent, dat je niet alles gaat missen. Maar uiteindelijk ben ik wel zelf verantwoordelijk voor hoe ik alles kan combineren. Je past je voeding erop aan, je past je hele leefstijl erop aan en vooral je school moet je erop aanpassen, want ik wil per se gewoon mijn hbo-diploma hebben voor het geval dat het me niet lukt of dat er iets gebeurt waardoor ik niet meer verder kan met topsport, dat ik alsnog later gewoon een leuk beroep in een tak van sportkunde kan doen. Door de Han Topsportacademie heb ik het vertrouwen dat ik mijn sport goed kan blijven doen, zonder dat het ten koste gaat van mijn opleiding.